Nou, hoeveel is het alweer? Dag 3 geloof ik, hè? De hele dag dat ik hier ben. Dag 3 vanochtend even lekker gefietst met dezelfde man als gisteren. Tweede etappe verkend. Nou, de tweede etappe is het eerste verkend stukje hoor. Kilometer of 20 denk ik nog niet eens. Waarvan ik denk 1 kilometer off-road. Dus de etappe begint met een kilometer of 12 geloof ik berg op en een beetje af, maar vooral berg op. Ik heb toch al 1000 hoogtemeters, maar dat is asfaltweg, de start, en daarna begint tellen. Dus een kilometer een klimmetje gedaan, ik wilde ook niet te zwaar trainen vandaag. Dus toen zijn we weer uiteraard bergaf gegaan. Daarna even geluncht. En toen even een wasje gedraaid. Moet ook gebeuren natuurlijk. Het beddengoed. Zo warm hier dat je ligt te zweten in bed. Dus ik denk nou vandaag een keer een goede kans om het beddengoed ook even te wassen. Ondertussen heb ik ook mijn voeding uit Nederland opgehaald. Die heb ik opgestuurd naar het kantoor van de organisatie. Dus bijna 10 kilo aan vloeibaar voedsel en dorstlessen. Dus dat werd een beetje kostbaar om dat mee te nemen. Kijk, het staat hier. Ja, vloeibare voeding. Vroeger, toen ik nog renner was, dronk ik heel veel Extram vloeibare voeding. En Maxime is eigenlijk een voortzetting van Extram. Dus dat bevalt heel goed dus en dat kan ik hier niet kopen. Dus vandaar dat ik het heb opgestuurd. Nou, het is nog steeds lekker weer. En tot de volgende keer.